Ik ben Pia Dijkstra en ik ben voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Deze commissie houdt zich bezig met de verhouding van Nederland tot het buitenland. En die is natuurlijk heel belangrijk, want wij zijn een heel klein land. En het buitenland is heel erg groot. En daar hebben we mee te maken. We zijn wel klein, maar we zijn wel invloedrijk. Het gaat bijvoorbeeld over mensenrechten, het gaat over situaties in conflictgebieden. Het gaat bijvoorbeeld ook over militaire missie naar het buitenland. En het gaat ook over wat Nederland doet in die hele grote nationale organisaties. Zoals de Verenigde Naties, maar ook de NAVO en de Europese Unie, waar wij lid van zijn als Nederland. Als commissie ontvangen we natuurlijk mensen hier in de Tweede Kamer, parlementariërs uit andere landen, maar wij gaan zelf ook naar andere landen op bezoek. Dat doen we ongeveer 2 keer per jaar. Maar deze commissie is bijvoorbeeld naar Iran geweest eerder en we zijn dit jaar op bezoek geweest bij de VN-veiligheidsraad. De commissie is ook naar Saoedi-Arabië geweest. En waarom gaan we nou naar die landen? Want je zou zeggen, daar hebben we toch niet zulke fantastische verhoudingen mee. Maar dan is het juist goed om elkaar als parlementariërs wel te ontmoeten. En ook de gelegenheid te hebben om met anderen te spreken in zo'n land. Bijvoorbeeld als het over de mensenrechten gaat. Of in Saoedi-Arabië over de rechten van vrouwen. En dat doet deze commissie dus ook. En dan kom je helemaal gevoed terug. Wat we in de commissie Buitenlandse Zaken doen, is natuurlijk proberen om die verhoudingen ook aan de ene kant goed te houden, maar aan de andere kant ook kritisch te volgen. Zodat Nederland ook een veilig land is, wat buitenlandse handel kan drijven, waar mensen op kunnen vertrouwen in andere landen, internationaal. En die ook echt mee kan doen in die internationale organisaties.